Yo kijkers van Den & Den, welkom terug bij Metal Gear Solid 5. We zijn geëindigd in de helikopter met een mooi deuntje op de achtergrond die we van het muziektape hebben gevonden. Ga ik deze video inleiden met een eerste side-op die ik ga doen. Dit is zeg maar het overzichtje waar je tapes kan terugluisteren. Je kan hier allerlei andere dingen terugluisteren. Er staat ook allemaal info, tapes, recordings, blablabla. Allemaal kan je dit vinden in dit overzicht, maar wat wij gaan doen is eventjes naar dit overzicht. En dan naar missions. Daily bonus received. Oké, cool. Zo. En we gaan dus de eerste side-op in de game doen. En side-op is eigenlijk gewoon de side-quest. Dit zijn gewoon de hoofdverhalen en missies. Deze twee. En dit is dus een side-quest overzicht. De ene is een gastje die ik... Oké, dit is misschien wel cool ook om te, het is allebei cool om te doen. Bij de ene moet ik hem waarschijnlijk meenemen en hem ondervragen. Ja, aha, deze ga ik wel eerst doen, want dan kan je dus telkens intel vragen van enemies. Dit is een soort vertaler ofzo. Dit is misschien wel handiger dan dat ik eerst een highly skilled soldier ga recruiten, zeg maar. Dus ik ga wel lekker die doen, daar gaan we mee beginnen. Oké, nou kan ik mijn equipment selecteren. Super cool, maar kan ik er geen silencer of iets op zetten? Het zal wel niet, hè? Nou, dan selecteren we die gewoon, want ik weet dat daar een silencer op staat, dus dat is het belangrijkste. Dan neem ik ook nog verschillende secondary mee. Het slaappistool. Nou, oké, dit zijn mijn handpistolen die ik zojuist heb kunnen maken met de equipment upgrades en alle dingen die ik vrij speelde, zeg maar. Support weapons. Nou, daar heb ik ook dingen ingesteld. Ik heb er nu een smoke grenade bij, een flare grenade. C4 heb ik erbij, hand grenade. Nou, al dit soort dingen. Het is eigenlijk best wel standaard. Items heb ik er nu een box bij. En bij tools ook nog wel wat coole dingen. Ja, nou goed. Laten we maar gewoon in de missie beginnen. De side-ops list is comprised of problems we need you to resolve. Objectives to be completed. And information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. Yep, gaat goed komen man. Welkom terug allemaal bij de open wereld gameplay van Metal Gear Solid 5. Het is op het moment... Wow. Even kijken hoor. Goed, ik heb in ieder geval op het moment een dropping gedaan. ASAP, oftewel as soon as possible. Ik heb niet een tijd gekozen. Niet 8 uur 's ochtends, niet 6 uur 's avonds. We zijn er gewoon lekker heen gegaan. En mijn hoofdquest is eigenlijk nu gewoon om... Laat ik eventjes kijken naar de map. Oh, ik heb rewards gekregen, hè? Laat ik daar ook maar even naar kijken dan, een overzichtje. Waar het daily rewards, het zullen waarschijnlijk vrij standaard zijn. Daily bonus. Ja, natuurlijk. Waarom zou ik dat niet accepteren? Wat de fuck is dat voor achterlijke actie? Marker placed. Alright. Dat is waar we heen moeten.
En we gaan dit natuurlijk weer op zo'n manier aanpakken dat ik rustig ga checken met mijn... hoe heet dat ding? Verrekijkertje. Ik ga natuurlijk mensen spotten, items spotten. Alles spot je van tevoren. Je gaat een beetje uitdenken hoe je het gaat aanpakken. Ik heb een gun bij me waar mensen van in slaap vallen. Ik kan ze natuurlijk gewoon stunnen. Ik kan ze burgen. En waarschijnlijk na deze missie, wanneer ik een soort vertaler van de taal heb gevonden. En heb gerecruit voor de motherbase. Kan ik dus uiteindelijk telkens intel verzamelen door ondervragingen. Hey, wat gebeurt hier? We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. Alright. Kijk, dit is cool, jongens. Ik was het dus al aan het uitleggen, hij heeft het nu zojuist in het Engels gedaan. We moeten hem gewoon verzamelen voor onze eigen organisatie, zodat hij telkens de taal kan vertalen en we extra info hebben en een beetje voorlopen op de enemy. Dus nou, ik denk wel dat ik duidelijk ben geweest. Ik ga het eventjes goed uitzoeken allemaal. Ik ga denk ik eerst eventjes rustig bekijken wat ik allemaal kan spotten. Dat is natuurlijk vrij logisch dat je dat aan het begin doet. Ik weet niet of jullie het ook horen. Ik denk het wel als je het met headphones of oortjes luistert, maar ik hoor stemmen. That Soviet soldier in the Green Beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Try and extract him. Ik ga mijn best doen. Ik moet alleen wel eerst echt mensen zien te vinden. Ik heb tot nu toe niemand gevonden. Dat is één. Nice. Wormwood. Ik ga er eventjes omheen en ik neem rustig mijn tijd hoor. You have arrived at your destination. Ik moet natuurlijk langzamerhand beter en beter worden in deze game. Jullie zien mij vaak in zo'n proces altijd wel groeien. Zo was ik natuurlijk ooit op een dag ook nog geen pro in Far Cry en beheers ik die gameplay nu echt bizar goed. Dat zal met deze game hetzelfde zijn. Geef het gewoon de tijd. Word langzamerhand beter en beter. Daar hebben we de volgende. Oké, ik heb dit vrij bewust gedaan. Nice, nice, nice. Aangezien deze man slaapt. Hey, waar deal ik überhaupt mee? Oh, dat is hem gewoon al.
Oh, hij slaapt echt. Het is echt vet droog dat je hem ook hoort snurken. Dit is hem gewoon al, dus ik kan hem eigenlijk gewoon al extracten. Side op completed. Extraction arrived at mother base. Nice. Boss, that language specialist you extracted has been very cooperative. Says he's always dreamed of living a free life like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Unit function added. Gruwelijke game. Echt, het is zo uitgebreid. Dat ik heb nu denk ik al 100 keer gezegd gruwelijke game. Maar dat komt vooral... Je ziet zeg maar terwijl je aan het spelen bent en je iets hebt gedaan, iets hebt uitgevoerd, zie je gewoon de gevolgen. Je ziet hoeveel beter je shit wordt. Terwijl het nog zo vroeg in de game zit, heb je al echt het gevoel dat je dingen aan het upgraden bent. En beter wordt. En sterker wordt. En al dat soort dingen. En dat vind ik wel echt heel vet. Nou, voor de rest hoef ik hier denk ik niet meer veel te doen. Wat is voor de rest nog de missie eigenlijk? Die hebben we dus gedaan. Ik ga denk ik nu die doen. Oké, ik heb dus nu een markering daar opgezet. Maar ik ben zelf nu helemaal hier. Ik zou er op zich wel heen kunnen rijden. Maar het is 3000 meter. Misschien een beetje ver. Dus misschien kan ik gewoon een helikopter oproepen. Please support helicopter requested. Alright, dus ik haal nu mezelf op met mijn eigen crew. Extraction is complete. Nou, super nice allemaal. En dan ben ik gewoon wat sneller van punt A naar B. Want de wereld is groot genoeg. En als ik dan echt 3000 meter moet gaan. Je ziet dat ik nu pas 200 meter heb afgelegd. Daar heb ik dus echt geen zin in. Omdat er zoveel te doen is in die game. Dat ik niet telkens van punt A naar B ga rijden. Te paard. Moeten jullie ook nog snappen. Fucking grote game. Ja, er zijn heel veel minikampjes tussendoor. Waarschijnlijk ook enemy bases. Bijvoorbeeld daar zie ik iets. Kijk, zie je. Daar zou je dan gewoon langskomen en dat kan je dan wel op zich wel overnemen. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. Maar dat kunnen we altijd nog doen. Dus ik ga lekker in deze helikopter stappen. Waar ben je, helikopter? Nice. En ik wil... List updated. Please select a landing zone.
Oké, jongens, aangekomen hier zal ik jullie uitleggen dat de planning is veranderd. Deze part gaan we eventjes gewoon wat sidequests doen. We hebben er dus nu één afgerond. We hebben een soort vertaler waardoor ik nu elke enemy eigenlijk kan ondervragen als het goed is. We zullen dat gewoon gaan uittesten. We zullen zien hoe dat werkt en daar ook een trophy mee verdienen. Wat ik vervolgens ga doen, ik stap even uit en ik zal het jullie laten zien. We zitten dus nu in die open world, super vet. Maar als ik naar de missies ga en dan naar side ops, dan zie je dus dat ik op dit moment mij hier bevind. En de helikopter vliegt hier weg. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat deze map levendig is. Je ziet gewoon dat de helikopter daar wegvliegt. Dat vind ik wel echt heel vet. Deze wel afgerond. Dan, kijk, kan ik hier een blueprint zien te vinden. Dus dat vind ik wel vet. Ik zet daar de marker op neer. Marker en daar zet ik de volgende marker op neer. Oftewel, marker A is de blueprint. Marker B is de volgende sidequest waar we die highly trained soldaat moeten verzamelen. Voor onze eigen combat team. En verzamelen klinkt is eigenlijk gewoon een heel dom vertaald woord voor recruiten. Maar anders klinkt het zoals ik alleen maar Engels lul. Maar dat kan bijna niet anders soms met onze domme taal. Maar ik ga daar dus heen en ik moet daar een blueprint zien te vinden. Dus ik zal het maar gewoon eventjes goed doorzoeken. Even kijken of hier niet gewoon al enemies staan. Ik stap wel gewoon af. Het lijkt me niet echt een goed plan dat ik hier maar blijf rondgaan. Met een paard. Is er echt een vrachtwagen super dichtbij gestopt. The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Oké, vet. Even kijken, met L1 zou je dat kunnen doen. Oké, maar je moet natuurlijk wel eerst de persoon vinden die ik kan ondervragen. Het moet niet een heel groot probleem zijn, maar jezus, wat is deze game top om te spelen. Daar in ieder geval een plantje, die kan ik ook wel oppakken. Vervolgens is dat eigenlijk mijn marker voor de blueprint. Maar heb ik nog niet echt personen daar zien rondlopen, dus ik sneak er langzaam heen. Ik heb zelfs het idee dat ik hier een keer eerder geweest ben. Ja, ik ben hier inderdaad al een keer eerder geweest. Het zijn hold-ups. Wacht eens eventjes, dit is wel een coole tip. Approach an enemy undetected and point your weapon at them. Aha. Dat zou dan voor die kunnen gelden. Ik hoor dat er een vrachtwagen zo super close is, joh. Oké, die is nu in ieder geval voorbij. Ik ben benieuwd of ik later ook gewoon goed actie kan ondernemen. Bijvoorbeeld dat soort auto's en voertuigen ook kan onderscheppen. Dat zou wel tof zijn. Wat ik nu vooral ga proberen is even goed rondkijken of er niet nog meer enemies zijn en dan met een wapen. Dit is natuurlijk wel een achtelijke actie, doe maar gewoon eventjes weg.
met deze nu eventjes. Kan ik bijvoorbeeld zo'n ondervraging gaan doen? Cool, allerlei materials. Geen rough diamond meer hier, nope. Oké, okay, dat werkte dus niet. Wat de hel gebeurde hier? Die gozer had me gewoon niet meer door. If he's on the brink of death, it's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put them to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step. Nou, deze man is gewoon dood. Oké, dit heb ik als het goed is wel allemaal doorzocht. Ik kon hier nog naar binnen. Is er hier niks? You have arrived at your destination.